Sibben, 2 in Nederland tegen Jong PSV. Kan je toch een tevreden gevoel hier aan overhouden? Ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat we allemaal gevochten hebben vanaf het begin. En ja, natuurlijk is het spijtig van het resultaat. Maar okay, ja, dat weet je op voorhand. Het wordt sowieso moeilijk hier en dat wisten we. Maar okay, de motivatie was er bij iedereen. We speelden heel goed. En dan krijg je die 2 tegengoals en dat piekt wel een beetje. Dat doet echt wel pijn. En, ja, ik ben wel een beetje ontgoocheld, eerlijk gezegd. Dus, Het begon heel mooi met jouw eerste doelpunt in Nederland. Hoe beschrijf je die goal? Oké, okay, een vrije trap. Ik denk dat ik op de goede positie sta en dat ik goed loop. En ik win het duel. Ik kop hem goed naar beneden. En ik kon zo de keeper verschalken, denk ik. Dus ja, het was wel een goede goal, denk ik. Ja. Was de 1-1 voor rust een flinke tegenslag? Ja, ik denk het wel. De kopjes gingen direct een beetje naar beneden, denk ik. Het was ook een ongelukkige goal. De bal wijkt een beetje af. Ja, gaat ongelukkig binnen. En zo'n goal doet heel veel zeer, juist voor helft. En, maar oké, we kwamen binnen, de kopjes gingen terug omhoog. Iedereen was weer gemotiveerd en dat zag je ook. We kwamen terug op veld met heel veel motivatie. Ja, dan is het spijtig dat je die 2-1 tegenkrijgt. Maar oké, ik ben blij van de motivatie van onze jongens. En we gaan zeker nog progressie maken, daar ben ik 100% zeker van. Dus ja. Ik denk dat de supporters een strijdend team hebben gezien in ieder geval. Die wat aanvallende daadkracht missen. Heb je dat ook het gevoel? Ja, ik denk dat we die kansen wel creëren. En natuurlijk, ja, die efficiëntie moet misschien nog iets beter. Maar oké, ik zeg het, we mogen zeker de kopjes niet laten hangen. Daar gaan we op werken. Iedereen heeft werkpunten. En nu weten we waaraan we moeten werken. En we gaan er zeker op trainen. Dus, ja. De komende 2 wedstrijden in eigen huis voor de eerste punten. Ja, inderdaad, dat hoop ik. En ik zeg het, we gaan er echt voor werken. En dat ziet iedereen, ook de supporters. We strijden echt. Iedereen vecht voor iedereen. En dat is mooi om te zien aan onze club, denk ik.